ben Sheila, ik kom van Antwerpen. Ik ben een van de jongste kandidaten, namelijk 16 jaar oud. En wat mijn studies betreft, ik volg de richting sociale en technische wetenschappen. Ja, dat klopt. Ik ken Kim Delmont, kende ik al op voorhand van Young Miss Fashion. En zij had me aangeraden om mee te doen aan deze verkiezing. En ik doe deze dingen ook graag. Ik sta graag voor de lens. En ik was ook benieuwd eigenlijk naar de geschiedenis van het bier. Dus het interesseerde mij wel eigenlijk. Ik heb al wel af en toe eens bier gedronken, ja. Maar ik drink in mate. Ik ken mijn grens. Ja. Er was tijdens de eerste verkiezingronde, dat de meisjes werden gekozen, konden we proeven van het bier. En ik vond het best wel lekker eigenlijk. Vooral het zwaarste bier dan. Maar ik vond het lekker, ja. Ik zet mij altijd 100% in voor iets. Als ik aan iets meedoe, dan ga ik er ook voor. Maar natuurlijk wens ik elk meisje wel succes. Ik wens elk meisje dat toe. Dus het is nu niet dat ik meedoe om te winnen natuurlijk. We hebben onlangs een biershoot gedaan en daar zijn foto's bij elk meisje is er een foto genomen voor de verkiezing die dan de winnende foto zou zijn. Dan hebben we ook onlangs nog een candy shoot gedaan. Ja, danslesjes en nu vandaag ook een catwalk training. Ik vind de danslessen het leukst. Ik dans zelf ook in een professionele dansschool genaamd Are You Famous. En ik vind dat wel leuk, in beweging zijn, wat calorieën verbranden, dus ja. Eigenlijk van alles, van hiphop naar ballet, hedendaags, modern, dat soort allemaal. Daar heb ik totaal nog geen idee van. Ik doe nu nog een vrij algemene richting, waar ik nog alle kanten kan uitgaan. Dus daar heb ik totaal nog geen flauw idee van. Ja, natuurlijk. Mijn mama en mijn zus steunt mij het meest. Mijn zus heeft vroeger in haar jonge jaartjes ook aan misverkiezingen meegedaan. En ik denk dat het gewoon in de familie zit. Dus ja, ik heb het van haar overgekregen. Amerika. Daar wonen alle beroemde mensen ongeveer. Allee, ja, toch een groot deel. En het is gewoon, daar maakt je het waar, denk ik. En al die grote dingen die je daar kunt zien, allee, is gewoon magnifiek. Vroeger was dat Selena Gomez, maar dat is nu ook al passé. Nu heb ik eigenlijk niet echt iemand waar ik naar op kijk, nee. Mijn favoriete genre is toch niet echt horror, want daar kan ik niet tegen. Romantiek vind ik wel iets leuk, of ja, emotionele films meer. En als ik dan een film zou moeten kiezen, kies ik toch voor Hachiko. Ja, nee, niet echt eigenlijk. Ik vind Sam Smith vind ik wel een goede zanger en Ed Sheeran meer de tragere nummers, ja. Bepaald genre, ja, de trage nummers, niet echt de rapnummers, daar ben ik niet zo voor. Ja, de trage nummers, ja. Dan kies ik meer voor de beroepen waar je heel veel voor hebt. Allee, heel veel voor verdient natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wel zou doen. Dokter, advocaat, allee, ja, maar dat is niet voor mij weggelegd, nee. Ja, natuurlijk. Ik vind als je iets graag doet, dan denk ik ook dat je er meer uit leert. Dus vroeger was ik geïnteresseerd in kinderpsychologie. Denk wel veel meisjes op mijn leeftijd. Maar nu weet ik, allee, dat is ook al passé, ik weet echt niet. Nee. Voilà, Sheila, bedankt alvast voor het interview en ik wens je nog veel succes. Dank je wel. Super.